Caroline had wat problemen met rekenen? Ja, het ding is wel, met alle ideeën die vandaag dan kwamen, dan is het wel gebruikelijk dat je ook zegt, daar halen we, het geld halen we ergens vandaan. Ja. Dat is de dekking. Die dus je... hoger minimumloon, moet je het ergens vandaan halen? Dan moet je het ergens vandaan halen. Bij het minimumloon wordt bijvoorbeeld belasting gehaald bij aandelen. Als bedrijven hun eigen aandelen willen inkopen, moeten ze meer belasting daarover betalen. Daar is best wel wat kritiek op, bij Omtzigt bijvoorbeeld. Die zei van, ja, dan heb je kans dat het vestigingsklimaat dat minder interessant is hier in Nederland. Dus wat deed Caroline van der Plas met Omtzigt? Ze zeiden, ja, wij willen ook wel een wat hoger minimumloon. Een beetje verhoging. Maar ze zeiden er dan niet precies bij hoe ze dat dan gingen betalen. En Henry Bontebal van het CDA, die ging daar bovenop zitten. Heeft mevrouw van der Plas een idee wat ongeveer 1% verhoging van het minimumloon kost? Mevrouw van der Plas. Heb ik niet zo paraat. Dus het is een hele ongedekte motie. Er zijn heel veel partijen die proberen heel netjes dekking te zoeken. En u dient even een vrij grote, grove, gratis biermotie in. Waar miljarden mee gemoeid is en u dekt hem niet. Ja, weet je, dat gratis biermoties, dat is een beetje een populaire uitdrukking hier in deze Kamer. Nou, dat is best populair. Ik heb hem al vaak voorbij horen komen. En ik hou ook van gratis bier, natuurlijk. Ik hou überhaupt van bier, ook als het gratis is. Maar dat tezijde. Ze komt er uit. Dat ging nog wel even door. Ze heeft uiteindelijk wel een uitleg gegeven van hoe ze dat wilde betalen, hoor. Ja. Ze is aan het denken. Ja. Wat ze zegt is niet relevant, maar ze is, tijdens dat ze dat zegt, is ze aan het denken. Dit is heel niet goed, heel slecht. En kijk, Paternotte komt er later volgens mij in. Ik heb het niet zelf nagedacht, ik kan het niet bewijzen, maar die zegt, alleen al in het verkiezingsprogramma van BBB staat 35 miljard aan nieuwe wensen zonder dekking. Want vroeger, het Centraal Planbureau rekende altijd al die verkiezingsprogramma's uit. Nou ja, wat het precies waard is, komt ook nooit helemaal uit natuurlijk. Maar dan heb je in ieder geval een soort van houvast als kiezer. En nu is het daar, zijn we al wat op en we zien wel, het maakt niet uit. Er zat toch gezegd dan, dat doen we niet omdat je anders weet wat het kost, toch? Zo is dat precies. Maar een plan zonder door te rekenen, dat is een zinloos plan. Is gewoon belachelijk, ja. Maar hier is gewoon een hele slechte beurt. Want... Ja, maar Johan, dat is niet alleen Caroline van der Plas. Het is de hele politiek. Daar zitten een paar kleuters in het parlement die de hele dag dure wensen indienen. De economen hebben de laatste tijd en ook de topambtenaren hebben berekend, als we zo doorgaan als overheid, waar eindigen we dan? We gaan nu 173 miljard extra schuld maken, het komende kabinet. 173 miljard even erbij, hè, die jullie allemaal gaan betalen. En je kinderen vooral. Ja, ook. En daarna, in 2060, hebben we meer schuld dan Italië nu. Staatsschuld. Als ze niks doen. Mm-hmm. Je kan natuurlijk iets gaan doen. En dan denk ik, jongens, wacht even. Dat is niet de traditie van Nederland. Ik snap al wat jij zegt, Jort. Maar die doorrekeningen die worden soms ook wel heilig verklaard hier in Nederland. Het is iets typisch Nederlands. En je kunt er ook weer... Het is niet heel precies. En dan in die verkiezingsdebat zeggen ze, ja, maar bij mijn verkiezingsplannen krijgen ze er 2000 banen bij. En wat de SP en de Boer-Burgerbeweging zeggen, en nog een aantal andere partijen ook, die kijken daar iets anders naar. Die zeggen, ja, het gaat niet alleen maar over wat dingen kosten. Bijvoorbeeld, één voorbeeld was dat er uit een berekening bleek dat als je bezuinigt op de GGZ, dat het heel veel geld oplevert. Maar wat bleek later? Er kwam overlast onder jongeren, want die gingen op straat herrie schoppen. Ja. En die moesten weer duurdere zorg ergens anders krijgen. En zo zijn natuurlijk die doorrekeningen ook niet... Die zijn ook weer niet... Nee, ze zijn niet heilig, maar zonder doorrekening is het een losse volg. Het is wel enige houvast. Maar ze werd er een beetje belachelijk mee gemaakt, zagen we straks. Ja, daar hebben we nog een filmpje van ook, ja. Ten tweede heb ik al heel vaak aangegeven... dat wij bijvoorbeeld ook niet bij het CPB ons programma laten doorrekenen. Omdat bij het CPB, die gaat allemaal uitrekenen wat het allemaal kost. En wij willen zo graag... Ja. Ja, nee, lach maar. Lach maar, ik lach met u mee. Ja. Nou, zo ging dit nog wel een paar keer door, ja. Ja, maar dit zijn toch een paar uitgeleiertjes van. Ja, dit zijn... Kijk, als er mensen zitten met dossierkennis, en die jongen van de CDA heeft dat wel, en Omtzigt ook wel, dan moet je een beetje voorzichtig zijn met je uitlatingen. Omtzigt is het eens ook wel met de kritiek op die doorrekeningen. Nou ja, de CPB moet gewoon stoppen met dat uitrekenen. Nee, maar dat weet je wel. Dat is niet Nederlands. Ja, dat is nergens. Alleen Nederland doet dit. Even narekenen, doorrekenen. Net als die koopkrachtplaatjes, ook zo'n onzin. Ja. Dat is toch apart, hè? Caroline is ook Caroline, weet je wel. Gisteren, heb je dat plaatje nog gezien dat circuleerde gisteren, dat we met Wilders dan en met crediteuren, debiteuren. Dat leek echt sprekend als je naar dit plaatje zat te kijken. Kijk. Ja. Jan. Als je zo zit te kijken. Ja.